Brian Babel, Jurrien Timber, Noah Fadiga, Ruben Kluivert en Kik Piri maken kans op de titel Fashion Player 2021. Een van hen mag zich uiteindelijk de best geklede voetballer van de Nederlandse velden noemen. In een vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2021 wekelijks een van de genomineerden aan het woord. In deze aflevering gaat de aandacht uit naar Ruben Kluivert, de zoon van Patrick en de broer van Justin Kluivert, tekende in december 2019 zijn eerste profcontract bij FC Utrecht en maakt daar zijn minuten in het belofte-elftal. Ja, ik ben blij bij Utrecht. Ze toont nog veel vertrouwen in mij en ik geef ze gewoon altijd 100% trainingen, wedstrijden. En qua ontwikkeling van mezelf vind ik het zelf ook heel goed gaan. Bij het eerst is het wel echt serieuzer dan bij jong. Dat is altijd wel zo. Die stap is natuurlijk wel best groot ook. Ik denk wel dat ik er klaar voor ben om de stap naar het eerst te maken. Maar nogmaals, dat ligt niet aan mij. Ik moet gewoon elke keer 100% geven. En als ik de kans krijg, dan pak ik hem sowieso. Dus het is nu alleen maar nog afwachten. En dan kijken wat gaat gebeuren. De echte doorbraak voor Kluivert moet nog komen, al maakt de verdediger zich daar geen moment druk om. Kluivert ontving al een oproep voor de nationale ploeg van Curaçao, maar ziet zichzelf later in het shirt van Oranje. Ik heb nu wel het idee een beetje van wat je allemaal moet doen om de top te halen. Ik ben van plan om voor Nederland zelf te kiezen. En als dat echt niet werkt, dan ga ik naar Curaçao. Ik denk dat ik het kan halen. Vorig jaar zat ik voor selectie onder 20. Toen waren ze gestopt met onder 20. De kans ligt er wel. Ik zat samen met Christophe Mamenki, die hier ook speelt. We zaten met z'n tweeën voor selectie, dus dat gaf me wel gewoon nog meer gevoel dat ik het echt kon halen. Het was niet echt een moeilijke keuze voor mij. Nee, omdat mijn vader ook en Justin ook voor Nederland zelf eruit zijn gekomen. Zij zeggen gewoon, ga op je gevoel af. Ze adviseren natuurlijk wel Nederlands elftal. Ja, ze hebben het zelf ook gedaan en ze denken ook dat ik het kan. En ik denk ook gewoon bij mezelf dat ik het kan halen. Nou, ik weet dat ik het kan halen, dus bij mij is het gewoon nu alleen gewoon fit blijven spelen en laten zien dat je het kan. Met een broer die bij Nice speelt en een vader met een verleden bij Ajax, Barcelona en AC Milan stroomt het voetbalbloed bij de familie Kluivert door de aderen. De jongste telg van de familie hoopt dan ook dezelfde weg te bewandelen. Dus ik zie mijn toekomst groot. Ik denk, je moet groot dromen om grote dingen te halen. Zo denk ik altijd. Dus ik denk gewoon heel groot. Ik geef elke dag gewoon 100%. En dan zien we hoe het allemaal verder gaat. Ik vergelijk me niet met mijn broer en mijn vader, want ook twee hele verschillende spelers zijn dat van mij. Maar ik heb wel altijd gezegd van, ik wil wel beter als Justin worden. Ja, dat brengt mij ook, denk ik. Want de strijd tussen broers is natuurlijk leuk. Als we dan tegenover elkaar zitten, dan zeg ik van, ik versnel je wel of zo. In het duel win ik gewoon. Ik had wel vroeger dat ik dacht van, ik ga niet zo goed als Justin worden. Maar ja, als ik nu in een op een duel met hem aanga, dan denk ik wel dat ik hem win. Vind je niet leuk dat ik dit zeg? Maar ja, maakt niet uit. Nee, maar ik had vroeger natuurlijk wel, omdat Justin speelde altijd al Ajax-niveau, altijd hoog, altijd leuke wedstrijden, buitenland, dit en dat, zo en zo. En dat had ik vroeger niet. En dan, ik ben er niet onzeker van, maar ik vond het niet leuk. Maar nu dat ik de kans heb gekregen bij BVO en me gewoon laat zien en laat zien dat ik het echt kan en dat ik er echt voor ga. En dat ik de kwaliteiten er ook voor heb, dan heb ik die gedachte heb ik ook niet meer. Naar het buitenland gaan met teamgenoten, daar spelen en dat soort dingen, dat is leuk om mee te maken. Dus dat was vroeger irritant, maar nu ben ik eigenlijk op hetzelfde niveau dat hij was toen hij 20 was. Nou, niet echt, bijna. Ik ben er wel dichtbij. Samen bij Nederlands elftal spelen, dat is mijn ultieme droom. Kluivert behoort tot de 5 genomineerden voor de Fashion Player 2021. Iets wat zijn oudere broer Justin nog nooit lukte. En daar is hij maar wat trots op. Ja, hij is nooit genomineerd. Dus ja, hij zei wel van, zoals mij ook kunnen kiezen toen ik bij Ajax speelde. Maar toen zei ik, waarom denk je dat ze mij hebben gekozen?